Nou, ik ben de vorige week op de hoogte gestaan. Ik heb overgenomen 17 juli en ik heb in elk geval een overdracht gehad van de minister, van ex-minister Elias. En ik had mijn directeur was toen met verlof, of ja, ging met verlof. En heb toen gewerkt met een waarnemend directeur. Dat was een ander directeur. En ik heb daarmee hebben we gewerkt. En vorige week, denk ik, vorige week maandag, heb ik het verzoek gehad van mevrouw Jesseren. Dat zij haar ontslag aanbiedt. En aansluitend aan haar resterende verlofdagen. Dus zij met ontslag gaat, denk ik, in oktober. Dus in goed overleg met haar hebben we dan eigenlijk dit ontslag aanvaard. En gaan we verder. Was het een onwerkbare situatie met haar? Van mijn zijde in elk geval heb ik getracht op meerdere malen, meerdere momenten normaal te werken zoals ik met iedereen nu nog steeds werk bij mij. En waarschijnlijk zijn er vanuit andere zijde misschien argumenten of redenen geweest dat onwerkbaar zou moeten zijn. Maar goed, feit is, we focussen ons op het groter doel. En ik heb haar ook aangegeven dat als ik haar nodig ga hebben voor eventuele adviezen of onduidelijkheden met betrekking tot vooral COVID, dat we daar weer zullen contacten. En ze heeft haar ook beschikbaar gesteld voor dat overleg. Omdat de overdracht in elk geval geen probleem moet zijn vormen voor het verdere traject. Al in de vroege fase van transitie heb ik gemerkt dat er een onwerkbare situatie begon te ontstaan. Daar er vele figuren zich ontpopten als directeur van volksgezondheid. Mijn input en mening werd niet gerespecteerd, niet gewaardeerd. En ik kreeg op een gegeven moment geen informatie meer binnen. Er is op een gegeven moment zelf ook een brief verschenen waarbij ik niet meer geïnformeerd kon worden over het COVID-gebeuren. Een nieuw team is overgenomen, ondanks meerdere pogingen tijdens de transitiefase, waarbij ik dus heb aangegeven dat er een heel technisch team ook van volksgezondheid nog is, die ook gehoord moet worden. Het was niet natuurlijk alleen het nationaal COVID-team. Er was daar achter de schermen natuurlijk, heb je dan ook meerdere werkgroepen, commissies. De mensen die in de werkgroep hebben gezeten om ook mee te werken aan protocollen, aan operaties, aan procedurele zaken, werden op een gegeven moment niet erbij betrokken, ver weg gehouden. Het werd een onwerkbare situatie. En ik zag al in de transitiefase wat te wachten stond en dat het verkeerd zou lopen. We zijn nu in een pandemie. Het is een zeer serieuze zaak die wij ook heel serieus hebben opgenomen vanaf januari. Het is iets dat ik voor land en volk heb gedaan en mij dienstbaar heb gemaakt ook voor land en volk. En die dienstbaarheid bleek dus niet langer gewenst te zijn met de verschillende actoren die plotseling kwamen oppoppen. Nog ook van mensen, de mensen in het veld die 6 maanden lang al heel hard aan de weg hadden getimmerd om het COVID-gebeuren zoveel als mogelijk in goede banen te leiden om Suriname veilig te houden. Ja. In het belang dus van het Surinaams volk heb ik toen gezegd dat we nu geen tijd kunnen hebben voor onwerkbare situaties, waarbij dus zaken fout kunnen gaan, want het is all about communication, communication. En als de communicatie niet goed is met de directeur van volksgezondheid, die een cruciale rol speelt, wettelijk, voor wat betreft beslissingen nemen als mensen in quarantaine plaatsen, mensen in isolatie plaatsen, ontslagbeleid, mensen ontslaan uit al die instanties. Als de directeur van volksgezondheid daarbij niet genoegzaam betrokken is, maar ook niet van informatie wordt voorzien, kan dat fout gaan lopen. Ja. Hebt u het met de minister besproken? Jawel, ik heb het met de minister besproken, dus dat het team dat is aangetrokken een onwerkbare situatie gaat creëren. En dat ik in het belang van land en volk, als mijn dienstbaarheid niet langer gewenst is, dat ik dan liever een stap terug neem, zodat de zaken met de nieuwe gewijzigde beleidsinzichten beter
op gang kunnen komen. Ja, en kon de minister zich daarin terugvinden? Ja, de minister heeft zich daarin teruggevonden. We hebben een goed gesprek gehad. U moet ook beseffen dat ik heb wel op de minister gewacht op zijn eerste dag. Tijdens mijn verlof, het was al lang gepland. En aanvankelijk zou de overdracht op 16 plaatsvinden. Dus ben ik 17, daar was ik met verlof. Ik was wel aanwezig voor de protocoloverdracht. En ik heb daarna verlof genomen, dat u moet snappen dat ik in het afgelopen jaar en ook nog toen COVID is begonnen vanaf januari, ik geen verlof meer heb gehad. En ik was ook moe. Ik moest even rust hebben. En ik had al gezien dat het nieuwe team niet geïnteresseerd was in verdere goede overdracht. Dus ik heb besloten om mijn krachten dan op een andere manier te willen aanbieden. Dat klopt ook wat de minister zegt. Dat als er eventueel zaken zouden zijn waarmee hij vast zou komen te zitten of vragen over mocht hebben, dat hij me altijd zou kunnen contacten, zodat ik die bijdrage door zou kunnen blijven leveren. Wat gaat Vandaar u nu, wat mijn gaat besluit u nu, om ontslag te nemen. Ja, en wat gaat u nu verder doen? Ik heb besloten om mijn district ook weer te ondersteunen van waar ik afkomstig ben, Nikeri. En mijn eigen projecten beginnen uit te voeren. Dus dat zijn mijn plannen tot nu toe op kort termijn. Wat het later wordt, met de zegen van God, zie ik verder wel. Ja. In ieder geval succes met uw voornemens, mevrouw Jezeren. En we gaan de zaak in de gaten blijven houden om te kijken hoe het zich verder ontwikkelt. Dank u wel voor dit moment. Zeker weten. Ja, goedemiddag. Oké, fijne dag. Goedendag.